Foto's mixen, zo doe je dat. Ja, gisteren kreeg ik deze foto thuis gestuurd. Die is onlangs gemaakt op mijn werk voor gebruik op de website. En gisteren kreeg ik een paar exemplaren thuis met de melding dat ik hem ook mocht gebruiken op social media. En dat deed ik natuurlijk met als gevolg dat binnen de kortste keren deze foto online stond. En dat had ik te danken aan Petra Holstein. En daarna liet ze zien dat ze dit deed met haar leerlingen, waarbij ze gebruik maakt van Photoshop Mix. Nou, dit is een voorbeeld. Dit is een ander voorbeeld van een van haar leerlingen. En zoals gezegd, dat doet ze met Adobe Photoshop Mix. En zoals je ziet, is die app beschikbaar in de App Store. En op Google Play. In de App Store gratis. En geschikt voor iPhone en iPad. En. In de Google Play Store ook gratis, alleen het lukte mij niet om hem te installeren, nog op mijn tablet, nog op mijn telefoon. Ja, natuurlijk heeft Adobe ook desktop-versies beschikbaar, maar die moet je allemaal kopen. En daarmee kun je dat resultaat ook bereiken. Maar toen bedacht ik mij: wacht eens even, het kan ook met PowerPoint. Let op, in PowerPoint heb ik deze foto staan. Vorig jaar genomen in het kleine walse taal. En daar zou ik deze foto nu graag in willen monteren. Nou, hoe doe ik dat? Je ziet, ik zit nu in PowerPoint. Ik klik op deze foto en ik klik hierboven op opmaak. En dan klik ik hier helemaal links op achtergrond verwijderen. En let op wat er dan gebeurt. Nu moet ik wel even de kaders... Goed slepen. Dat pakt hij nooit helemaal correct. Maar hier zie je het al: hij heeft uh, mijn foto al voor een deel uitgesneden. Alleen het werkt nog niet helemaal goed. Dit zou ook weg moeten vallen. En dat kun je doen door deze knoppen te gebruiken. Dus ik klik nu op deze knop. En ik zeg: Nou, dit wil ik ook weg hebben. Dit wil ik ook weg hebben. Goed zo, dit wil ik ook weg hebben. En ik kan ook aangeven wat ik wil behouden, namelijk die mooie witte kop. Nou, zo moet je daar een tijdje mee spelen. En als je dan tevreden bent met het resultaat, klik je hier op wijzigingen behouden. Nou, deze foto heeft nu geen achtergrond meer. Ik kan hem selecteren en kopiëren. Ik ga naar deze slide. Ik doe Ctrl V. En kijk, hier heb je mij. Nou, nu kan ik ook nog de boel een beetje verplaatsen zodat Mietelberg mooi in beeld komt. Op deze manier kun je dus met behulp van PowerPoint een foto mix maken van twee of meerdere foto's. Bedankt voor het kijken!